Minister Hugo de Jonge die brengt op dit moment een bezoek aan het Saltro-lab in Utrecht-Overvecht. Dit pandemielaboratorium is eind vorig jaar neergezet. Op deze locatie in Overvecht kunnen dagelijks 30.000 coronatests worden geanalyseerd. Die tests die komen uit de teststraten van de GGD uit het hele land. En bij het lab is verslaggever Annemarie Verhagen. Ja, Annemarie, wat komt de minister eigenlijk doen? Nou, hij is hier net om 16:30 aangekomen en hij krijgt op dit moment een rondleiding achter mij in het laboratorium. Zij volgt eigenlijk hoe het gaat met die tests en hoe die nou precies worden geanalyseerd. En ook gaat hij het hebben met de mensen hier over het aantal tests wat kan worden geanalyseerd op deze locatie. Op deze plek kan er 30.000 tests worden geanalyseerd, maar dat is nu maar 2 tot 5.000. En ze zouden hier graag zien dat dat meer wordt. Wij denken dat het belangrijk is om meer centrale regie te hebben op de verdeling van alle testen. Dus dat je alle testen die gedaan worden bij gezonde burgers in GGD-teststraten, moet je gewoon naar laboratoria zoals ons lab sturen. Want dat is logistiek allemaal veel slimmer en efficiënter. En niet verspreiden over al die verschillende laboratoria. En verder, je moet natuurlijk voorbereid zijn op weer een nieuwe piek. Het RIVM voorspelt natuurlijk al heel lang een derde piek. Ik hoop niet dat die er komt. Maar als die er komt, moeten we beter voorbereid zijn dan een jaar en een half jaar geleden. En dat zijn we hier in Utrecht. Ja, Annemarie, hoe komt het dan dat daar dan weinig wordt getest terwijl ze zo'n grote capaciteit hebben? Nou, sowieso wordt er op dit moment gewoon minder getest überhaupt, dus dat heeft ermee te maken. Maar ook is dit niet de enige plek in Nederland waar tests worden geanalyseerd. Je hebt bijvoorbeeld bij ziekenhuizen ook laboratoria zitten waar ook monsters worden geanalyseerd. Stel, jij wordt bijvoorbeeld in het ziekenhuis getest op corona, is het natuurlijk veel logischer als ook het laboratorium daar jouw test wordt geanalyseerd. Maar alsnog zeggen ze hier, het zou toch wel meer kunnen op deze locatie. Wat zegt de minister daar dan over? Ja, ik heb net even gesproken toen hij aankwam. Volgens de minister is het in principe goed geregeld zoals het nu gaat. En hebben die andere plekken in Nederland eigenlijk ook nodig? Nou, we hebben landelijk inmiddels een laboratoriumcapaciteit staan van bijna 200.000 per dag. Dus we kunnen heel veel meer testen analyseren. Maar op dit moment worden er helemaal niet zo heel veel testen afgenomen. Terwijl we eigenlijk juist steeds meer groepen hebben toegevoegd aan ons testbeleid. Kortom, we kunnen heel erg veel meer testen. Maar op dit moment is de vraag naar testen helemaal niet zo groot. Ik kom net bij de dienst testen vandaan. De dienst testen heeft een contract met, ik denk wel meer dan 80 partijen. En dat is juist heel erg goed. En die verdeelt eigenlijk vraag en aanbod. Elke dag opnieuw verdelen ze vraag en aanbod. En zo blijft dat ook gaan. Dus we hebben juist ook de MML's, de medisch microbiologische labs van de ziekenhuizen, hebben we gewoon nodig. Die houden we ook gewoon. En daarnaast dus die hele grote hoogvolume labs. Die hadden we eerst niet en inmiddels wel. En dat is hartstikke fijn, want daarmee hebben we heel veel capaciteit staan. En veel kunnen testen is gewoon goed om te hebben tijdens zo'n pandemie. Ja, nu staat daar in Overvecht zo'n ongelooflijk groot lab. Wat gebeurt daar eigenlijk mee als corona straks weg is? Nou, het verdwijnt niet gelukkig. Gelukkig maar, want het is natuurlijk een ideale locatie waar heel veel kennis en expertise zit. Voor toekomstige pandemieën, laten we hopen dat het niet gebeurt. Zou dit een plek kunnen zijn, maar ook als laboratorium voor de eerste en tweede lijn zorg. En eventueel een kenniscentrum. Dus het blijft in ieder geval wel. Dankjewel, Annemarie.